Niet eten, niet drinken, niet roken en geen seks. Dat zijn de regels waar moslims zich van zonsopgang tot zonsondergang aan moeten houden tijdens de Ramadan. Omdat het in de lente langer licht is dan in de winter, is vasten nu een stuk pittiger. Maar dit jaar hebben moslims het vanwege de coronamaatregelen nog zwaarder. Hoe kan je als werkgever je bedrijf coronaproof maken en je voorbereiden op de 1,5 meter samenleving? Het is een vraag die op dit moment bij veel bedrijven speelt. Twee ondernemers uit Emmeloord hebben een app ontwikkeld die daarbij kan helpen. En aan het eind van deze uitzending gaan we de lucht in. Veel mensen kunnen of mogen het huis niet uit. En dat is zonde, want de tulpenvelden staan op dit moment juist zo mooi in bloei. Dus zijn wij op pad gegaan met een drone. Het is vrijdag 24 april en dit is Flevoland. Goedenavond. Tientallen Flevolanders hebben vandaag een koninklijke onderscheiding gekregen voor hun bijzondere verdiensten. Dat uitreiken en opspelden ging wel anders dan voorgaande jaren vanwege de coronamaatregelen. In Almere kregen 17 inwoners de burgemeester of loco-burgemeester digitaal op bezoek. We gaan samen met de gemeente Almere op pad, want die gaan de lintjes op een alternatieve manier uitreiken. En dat is dus inderdaad met een bus en een grote beeldverbinding. En iemand van de gemeente Almere die heeft inmiddels aangebeld. Wat verwacht u ervan? Ik weet niet wat ik hiervan moet verwachten. Ik sta hier met mijn mond vol tanden en ik laat het maar even over me heen komen. Goedemorgen, meneer Koper. Nu enorm grote vrijwilligershart hebben ertoe geleid dat het Zijne Majesteit de Koning behaagd heeft om u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ik ben echt heel erg emotioneel op het ogenblik. Dank u voor alles. Ook namens iedereen die mij voorgedragen heeft. Het was geweldig. Dank u. Tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ja, ik ben een beetje, nog steeds een beetje heel erg verbaasd. Zachtjes uitgedrukt. Snap ik. Maar je hebt verdiend. Nee hoor. Ja. Er zijn zoveel mensen die het verdienen. Proficiat, mevrouw De Lange. Mijn kaartje. Nog een. Ik vind het vreselijk dit hoor. Vreselijk? Ja. Ik hoef niet in de schijn te staan. Niet alleen gericht aan mevrouw, maar ook gericht aan meneer. Want het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om u beiden te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Voelde u dit aankomen? Nee, echt niet. Nee, heeft er geen woorden voor. Nee, dat had ik echt niet gedacht. Maar u heeft zoveel gedaan. Ik heb mevrouw van Garderen zoveel dingen horen zeggen. Hoe heeft u daar allemaal tijd voor? Ja, dat kan. Doordat je gezin, ik weet niet, dat doe je gewoon of zo. Om u te bevorderen tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. 10 jaar geleden lid, nu ridder. Miss Liphorst, proficiat. Ik heb begrepen, u heeft ook ontbijt gehad met champagne. Ik ga proosten op u. Ik ga proosten op al die doctorandi. En wat een fantastische dag. Gefeliciteerd. En ik wil toch even van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die dit mogelijk heeft gemaakt. Maar allereerst op u, meneer Waterman. Proficiat. En proost. De politiek in Almere is op zijn zachtst gezegd bezorgd over het tekort dat de gemeente de komende jaren te wachten staat. Het gaat om tientallen miljoenen euro's en dat vinden de partijen ongekend. Geschokt en ook eigenlijk onaangenaam verrast. Dit is wel een heel groot bedrag. Ja, dat is zorgelijk. Teleurstellend. Geschokt en verbijsterd zijn wij. Wethouder Julius Lindenberg presenteerde gisteren de perspectiefnota. En daarin staat dat Almere de komende jaren een tekort heeft van 76 miljoen euro. De grote problemen liggen vooral bij de kosten voor de wetmaatschappelijke ondersteuning, kortweg WMO, en de jeugdzorg. Alleen al voor die twee posten moet de gemeente Almere de komende jaren 45 miljoen euro extra uittrekken. Nou ja, wat je ziet, en daar hebben heel veel gemeenten mee te maken in Nederland, is dat er een aantal taken van de Rijksoverheid naar de gemeente over zijn gegaan. Jeugdzorg is er eentje, de WMO, dus de maatschappelijke hulp, participatie. Er zitten nog een aantal dingen aan te komen, bijvoorbeeld als het gaat om de omgevingswet. En wat we de laatste jaren steeds vaker zien, is dat wij van de Rijksoverheid onvoldoende geld krijgen om die taken te kunnen doen. En dat betekent dat we kunnen niet zeggen, we doen deze taken niet. Dus dat extra geld moet daar vaak naartoe. Maar dat betekent wel dat we op andere dingen, zoals beheer en onderhoud, al fors hebben moeten bezuinigen de laatste jaren.
Almere heeft een begroting van bijna 1 miljard euro. Vrijwel elk jaar geeft de gemeente meer geld uit dan wat er binnenkomt. Ook wanneer het goed gaat met de economie. En dat is niet meer acceptabel, vindt de politiek. Een groot deel van het tekort, 45 miljoen euro, komt uit het sociaal domein. Dus de jeugdhulp en de wet maatschappelijke ondersteuning. En 45 miljoen is een absurd bedrag als je het mij vraagt. Ik roep graag ook in herinnering, ik richt me ook echt even tot de mensen die op het stadhuis werken. 4 jaar geleden was er een wethouder bijna weggestuurd, was er bijna een college gevallen voor een tekort ongeveer 1,5 miljoen euro. Ik heb het over René Peters. Nu praten we over 45 miljoen euro, natuurlijk verspreid over de komende jaren. Maar ik vind de omvang van deze bedragen in het sociaal domein niet langer acceptabel. Ik vind ook dat de raad heel slecht mee wordt genomen in de oorzaak van deze tekorten. Dus een eerste oplossing wat mij betreft moet ook echt gevonden worden op deze plek. Waar ik wel heel erg me zorgen over maak en ook verbaasd over ben, is dat de gemeente vrij weinig grip lijkt te hebben op de kosten die gaan naar de zorg. Dan met name de WMO en de jeugdzorg. Een aantal maanden geleden heeft de gemeenteraad nog gesproken over deze onderwerpen. En toen was de indruk dat er voldoende geld zou zijn in deze begroting, in deze perspectiefnota. En nu merk je dus dat dat totaal niet is. Dus daar maak ik me echt heel erg zorgen over. Dit college is duidelijk niet in staat om die kosten binnen de zorg te beheersen. En dat is iets wat echt moet gebeuren. Dus wat ons betreft, wat de PVV betreft, gaan we fors snijden in de managementlagen die in de zorg zitten. Het zijn allemaal veel te zware organisaties. Iedere euro die daar besteed wordt, moet naar de zorg gaan. En dan denk ik dat het mogelijk is om die kosten ook in de toekomst te gaan beheersen. Wat ons eigenlijk ook het meest verbaast is de grootte, maar ook dat we het niet hebben zien aankomen. En dat, dat zegt ook wel iets over de controle die we hebben. En daar maken wij ons echt zorgen over. Ander nieuws dan. De politie heeft tientallen tips binnengekregen over de 7 jongeren die worden gezocht in verband met de vernielingen aan het gemeentehuis op Urk. De vernielingen werden gepleegd op zaterdagavond 15 februari. De politie verzamelt en bekijkt de tips en gaat in overleg met de officier van justitie of er jongeren moeten worden uitgenodigd op het politiebureau voor verhoor. Bij de ongeregeldheden werd er voor duizenden euro schade toegebracht aan onder meer de ruiten van het gemeentehuis en een bushokje. Er zijn in maart al 3 Urkers aangehouden. Stichting Opwekking hoopt met een online campagne 900.000 euro op te halen. Omdat de Pinksterconferentie in Biddinghuizen vanwege de coronamaatregelen niet doorgaat, zit de organisatie naar eigen zeggen met een financiële strop. De campagne heeft in ruime week al 3 ton opgeleverd. De gemeente Almere wil de jeugdzorg anders gaan vormgeven. De zorg is volgens wethouder Roelie Bos nu nog verdeeld over te veel loketten, waardoor de kosten onnodig hoog zijn. De gemeente wil na de zomer een proef gaan doen met de inzet van zogenoemde teamsgezinsbegeleiding, die problemen in een gezin in 1 keer aanpakken. We gaan beginnen met een teamgezinsbegeleiding, wat gezinnen moet ondersteunen daar waar zij meerdere problematieken ervaren en als vervanging voor individuele jeugdhulptrajecten. En het is een pilot, hè? En dan in 2 stadsdelen. Ja, dat klopt. In Poort en Almerehaven. De gemeente Almere kampt elk jaar met een tekort van 12,5 miljoen euro op de jeugdzorg. Bos wil via de pilot weten of die tekorten door de inzet van de gezinsteams kunnen worden teruggedrongen. En de dienstregeling van de stadsbussen in Almere wordt vanaf zondag opnieuw aangepast. Op sommige tijdstippen gaan er meer bussen in Almere rondrijden. Daardoor worden reizigers verspreid en kunnen ze zich zoveel mogelijk houden aan de regel van 1,5 meter afstand. Ook wordt de dienstregeling op sommige lijnen eerder gestart, zodat zorgpersoneel het openbaar vervoer kan blijven gebruiken. De aanpassingen worden verwerkt in alle reisplanners en zijn online terug te vinden. De politiek in Noordoostpolder is verdeeld over het rapport van de Rekenkamer. In dat rapport staat dat de ambtenaren het voor het zeggen hebben in het gemeentehuis en niet het college of de gemeenteraad. De coalitiepartijen in de raad vinden dat wel meevallen, maar de oppositie is kritisch. En in het rapport staat nou precies dat de ambtenaren zwaar in charge zijn, zeg maar, en dat de college sturend meekijkt. Ja, en dat de raad eigenlijk wat achterover kijkt en eigenlijk geen notie heeft wat er gebeurt. De Rekenkamer Noordoostpolder concludeert in een gisteren verschenen rapport dat de machtsverhoudingen in het gemeentehuis niet juist zijn. Collegepartijen herkennen zich niet in de kritiek. Ik heb vandaag al van alles gelezen dat ze min of meer de macht hadden. Dat wordt door ons echt absoluut niet zo ervaren. En een raad die daar tegenover staat en eigenlijk weinig kaders stelt,
Dus ook niet? Nou, kijk, laten we wel wezen. U zult mij niet horen zeggen dat alles goed gaat wat we doen. Maar de ervaring hier dat het niet en onvoldoende ingebed is bij ons in de organisatie, dat wordt bij ons niet zo ervaren. Ook de ChristenUnie-SGP benadrukt dat de gemeente met het project Passend Organiseren beter naar inwoners is gaan luisteren en dat inwoners daar tevreden over zijn. Al bevat het rekenkamerrapport ook goede voorstellen. Er staan wel een aantal dingen in, die ik nu al heb gezien in het rapport waarvan ik zeg, die kunnen we overnemen. Daar kunnen we echt mee aan de slag. Bijvoorbeeld de positie van de commissievergaderingen, de vergadersystematiek. Wat kunnen we daarmee doen? Of we kunnen kijken naar startnotities. Dat je voordat je een groot project opstart, dat je zegt, de eerste startnotitie in de gemeenteraad, we spreken erover. Dus ik denk dat dat hele concrete aanknopingspunten zijn om op te pakken en mee aan de slag te gaan. De oppositie is veel kritischer. De conclusie dat ambtenaren te veel het beleid bepalen en niet de raad, dat kan niet. Kijk, je wilt het als inwoner niet meemaken dat je volksvertegenwoordigers als het ware niet aan zet zijn. Maar dat de ambtelijke organisatie aan zet is. Moeten de ambtenaren terug in hun hok? Die moeten hun rol nemen, niet meer en niet minder waarvoor ze zijn aangesteld. Maar dat betekent ook dat de rol, de gemeenteraad zijn rol moet pakken waarvoor zij zijn aangesteld. De kader stellen. De kader stellen. En het is niet de eerste keer dat er op het ontbreken van die kaderstellende of regierol kritiek is, zegt Bertho Lammers, die na een jaar afwezigheid in juni terugkeert in de Raad. We zijn nu 6 rekenkamerrapporten verder, waarin in elk rekenkamerrapport de kaderstellende rol van de Raad aan de orde komt en ook haar controlerende taak. Tot op heden heb ik dat steeds als leidmotief voor mijn functioneren gebruikt. Blijkbaar wordt het nog steeds niet opgepakt, ook niet het jaar dat ik weg ben. En daarom zijn de conclusies ook erg hard, vind ik. De Raad gaat volgende maand over het rapport in gesprek. Het is vandaag de eerste dag van de islamitische vastemaand Ramadan. En dan is het op het vrijdaggebed extra druk. Maar door de coronamaatregelen moeten moskeeën op zoek naar een andere oplossing. Het is opvallend stil bij de Sultan Ahmed Moskee in Almere stad. Normaal gesproken ontmoet de geloofsgemeenschap elkaar hier voor een praatje en het gebed. En zeker vandaag, met de start van de Ramadan, zit de moskee dan tot de nok toe vol. Maar dat is dit jaar wel anders. Normaal is het tijdens de Ramadan komen dan heel veel mensen naar de moskeeën. Families en gezinnen komen bij elkaar, die verbreken gezamenlijk het vaste, de iftar genoemd. Kan helaas in deze situatie niet. Het gebed wordt nu per videoverbinding gedaan. Maar het is toch niet hetzelfde als elkaar in het echt zien. Tijdens de Ramadan is er een sterk gevoel van saamhorigheid. Mm-hmm. En dat missen wij helaas door deze situatie. Fatih gaat daardoor wel met een wat vreemd gevoel de Ramadan in. Ja, zoals ik eerder heb aangegeven, is het tijdens het Ramadan een sterk gevoel van saamhorigheid. En die missen wij nu. En daar zijn we ook niet gewend. Deze gevoel zijn we totaal niet gewend. Livestreams van het gebed en zo nu en dan informatieve presentaties. De moskee doet haar best om toch de geloofsgemeenschap van bezinning te voorzien. Als bestuur proberen wij gezamenlijk de voorzieningen te treffen via social media, maar heel beperkt. En we doen wat ons aan de middelen beschikbaar is. Zo goed en zo kwaad als het kan, gewoon ja. Door. Ja, inderdaad. Je bedrijf coronaproof maken en je voorbereiden op de 1,5 meter samenleving. Nou, hoe doe je dat? Met een checklist, denken 2 ondernemers uit Emmeloord. Ze bieden die checklist online aan, zodat andere bedrijven er gebruik van kunnen maken. Een coronaplan. Het is iets dat veel bedrijven straks waarschijnlijk nodig hebben. Hoe ga je bijvoorbeeld om met hygiëne op de werkvloer? Of hoe zorg je dat er ook daadwerkelijk afstand wordt gehouden? Wat wij hebben bedacht, of eigenlijk bedacht, het is eigenlijk al een standaard verhaal voor ondernemers dat ze een risico-inventarisatie moeten hebben. En wij hebben hem eigenlijk uitgebreid met coronamaatregelen. En vanuit die risico-inventarisatie kan je gewoon als ondernemer laten zien dat je er echt alles aan doet om coronaverspreiding verder te voorkomen. En daarmee kun je eigenlijk ook vertrouwen wekken naar ondernemers of naar andere, naar bezoekers, naar klanten. En laten zien dat je eigenlijk het coronaprotocol, wat misschien geldend is voor jouw branche, dat je dat onder controle hebt. En dus kan je online een vragenlijst doorlopen die je helpt nadenken over alle relevante aspecten. Ja, je krijgt vragen over hoe ga ik om met liftgebruik, trappenhuis, hoe heb ik de werkplekken ingericht.
Ja, het gaat heel ver tot mobiliteit. Zometeen mogen thuiswerkers weer naar het werk. Wie mag dan als eerste? Ja, dan kun je bijvoorbeeld voorstellen dat je dan bepaalt degene die met eigen vervoer kunnen komen of op de fiets, dat die voorrang hebben op mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer. En dus ook als werkgever wil je kijken van hoe kan ik dat het beste oplossen. Ja, ik had het al gezegd, we gaan nu de lucht in. Want veel mensen mogen het huis niet verlaten en de tulpenvelden in het buitengebied staan op dit moment juist in bloei. Daarom hebben wij de drone gepakt en hebben we de volgende beelden gemaakt boven Noordoostpolder. Geniet maar even mee. Als je er toch nog even bij bent daar. Dit was Flevoland voor vandaag. Het hele weekend hoor en zie je Marvin Op en Jordi Bouw op radio en tv. Zoals morgen vanaf 12 uur. En maandag is het natuurlijk Konings- of Woningsdag. En ook dan zijn we er gewoon met een speciale uitzending vol Nederlandse hits. Mooi weekend, fijne avond en blijf gezond. Hè. Dag.